zijn een wereldploegje, maar dat wereldploegje staat nu wel mooi bovenaan. Virtueel of niet, dat doet er niet toe. De vergelijking wordt wel eens getrokken met TSV van een paar seizoenen geleden. Hè. Wat is er mogelijk op Oostende? Wordt er gedroomd? Goh, in voetbal moet je altijd dromen. In sport moet je altijd dromen. Als ik in het wielerproject gestapt ben, dan hebben we ook gezegd, we willen de beste van de wereld worden. Ja, en in feite is dat dan nog zo toch ongeveer gelukt ook. Voetbal heeft wat andere wetten. Continuïteit als topploeg wordt zeer moeilijk. Hè, omdat daar toch de wet van het stadion enzovoort... een heel gezellig stadion, maar we kunnen niet echt zeggen dat het een Nou Camp van België is. Hè. Wat kan er veel? Wij dromen. Natuurlijk dromen we. Hè. Elke match moet je willen winnen. En ja, als dat regelmatig lukt, dan waarom niet? We willen ons vrij amuseren, dat lukt voor het moment enorm. En ik denk dat we erin slagen om tijdens de match zalige momenten te beleven. Goed feestje nadien, maar nadien, daar nog een keer nadien. Denken, oké, waar zijn we mee bezig? Wat kunnen we structureel veranderen? Ik heb nu vandaag al de cijfers gehad van de match tegen Leuven. Hoeveel tickets, hoeveel is er gedronken in elk van de kantines, hoeveel... Hoeveel hamburgers dat er heten zijn. Fanshop. En dan, ja, volgende week hebben we dan een vergadering met bestuur en analyseren we dat. Waar zijn we goed bezig, waar zijn we slecht bezig? Hè? Algemeen groeit onze club dit jaar 50% in budget. Maar die 50, dat is 70 in dat en 20 in dat. En dan moeten we zeggen, waarom blijft dat achter? Wat kunnen we daarmee doen? Enzovoort, enzovoort. Dus, het feit dat tijdens het bereiken van de herfsttitel Luc de Vroe aan de andere kant van de wereld zat om te scouten en Yves van der Hagen in Spanje zat om onze stage te gaan voorbereiden, te kijken of diegene in de keuken hoe waren, trainingsfaciliteiten enzovoort, toont dat we, ja, wij zijn een oké eerste klasse ploeg, maar die ongelooflijk uitblinkt, zowel in het qua gevoel, in het KVO-fans zijn vrienden, maar we moeten ook uitblinken in efficiëntie en professionalisme. En dat doen we ook. En daarmee kunnen we een stuk van die financiële kloof dichten. En dus dat wil zeggen, wat kunnen wij worden? God. Wij vergelijken ons soms een keer algemeen, hè, met een Zulte Waregem, met een Lokeren. Middenmotors die een keer een piek naar boven en een keer een piek naar beneden hebben. En we hebben nu onze piek naar boven en we genieten er ongelooflijk van. Maar tegelijkertijd moet ook een keer kijken wat er met Lokeren gebeurt. Hè. Het is niet zo lang geleden dat ze poules in Europa speelden. Hè. En ook beseffen van als goede middenmotor, ja, beleefde een keer een topjaar. Maar gaan we ook wel nog een keer patatten tegenkomen ook zo. Dat topjaar is er nu. Wanneer ben jij in mei een tevreden voorzitter, Mark? Het worden dus nog 6 heel boeiende maanden. Eerst en vooral, we moeten onze ambitie verleggen. We hadden gezegd, linkerkolom. Hè, we hadden vorig jaar niet gehaald. Een keer 9, een keer 10. En dat is geen kleine sprong. Dus we vonden dat een gezonde ambitie. Maar ja, als je na een paar matchen al aan de leiding staat, dan begint het te zeggen... Als je herfstkampioen bent, moet je durven zeggen, wij gaan voor play-off 1. Dus we hebben onze ambitie verlegd. Die linkerkolom, ja, dat zal nu wel lukken, zeker. Wij willen nu top 6 spelen. We willen play-off 1. Als we play-off 1 spelen, dan moeten we nu toch echt naar streven. Dan hebben we echt al allemaal onder elkaar gezegd, dan willen we het echt intens spelen. Niet het feit van dat we meedoen, dat we daarmee al content zijn. Nee, dan moet je vanaf de eerste match ervoor knokken en gaan. En dan zie je waar het eindigt. Momenteel laat ons het bij die ambitie houden van play-off 1. Ik weet ook, ik denk dat er nog nooit een ploeg herfstkampioen geworden is die nadien niet Europees gespeeld heeft, maar bon. Hè. In het casino, als het 15 keer rood is, is de kans reëel dat de 16e keer zwart is. Dus
Ik weet nu niet of dat in ons voordeel of in ons nadeel spreekt. Maar dan heb je dan nog ook het feit, die play-off 1, ja, wij spelen die niet in Oostende. Dus we zijn ons thuisvoordeel kwijt. We spelen dan in Roeselare. Maar ik ben niet zeker dat we thuisvoordeel kwijt zijn. Want ik heb zo de indruk dat er vijf volksverhuizingen naar Roeselare gaan komen. En dat zelfs de mensen van Roeselare content zijn dat ook zij nog een keer eerste klasse voetbal krijgen. Dus ik denk dat het al gaat meevallen, maar we gaan zeer alert moeten zijn op alles. En met nieuwjaar onze kernanalyse, ja, gewoon professioneel bezig zijn. Behalve tijdens de match, dan zijn we ongelooflijk subjectief. En na de match, dan vieren we feest. Tot slot nog, Mark. Je praatte al over de ambities en het project van Oostende. Waar hoop jij met je club, dus met KV Oostende, te staan binnen 10 jaar? We moeten kijken binnen 7 jaar, want we hadden samen met een aantal mensen, met een aantal mensen, met Patrick Orlans, met Luc de Vroe, hebben we gezegd van we gaan voor een 10 jaar project en we zijn 2 jaar bezig. Dus kijken binnen 8 jaar. Ik weet het niet. Hè. Had je mij gezegd, het summum van je 10 jaren project is dat je binnen 10 jaar de herfsttitel gaat halen, dan ik zeg, wauw, dat zou fantastisch zijn. Want er nog bij gezegd, op die 10 jaar willen we minstens 8 jaar in eerste klasse spelen. We willen wel een keer degraderen, maar binnen 2 jaar willen we terugkomen. Ik bedoel, wij beginnen ons grenzen te verleggen. En dat leeft bij iedereen. Ik had vanmorgen in mijn auto bel ik naar Patrick Orlans. En we zijn bezig over het budget van dit jaar, dat al behaald is. En dan doet hij daar zelf een enorme scheld bij en zegt, oké, maar nu, we gaan dit jaar vlot 11 miljoen budget halen, maar om mee te kunnen met de subtop moeten we zo snel mogelijk naar 15 miljoen gaan. We moeten daar een plan voor opmaken. Ja, als mijn eigen directieteam, als ik hun dat niet moet zeggen, als mij dat zelf, als zij mij voor zijn voor zo'n heel terechte uitspraak, en als zij mij voor zijn om een Hans plan te maken, dan zijn we komt goed bezig. Dus dan weet ik niet wat we binnen 8 jaar zitten. Maar ik denk nog altijd in eerste klasse. En ik hoop dat op de een of andere manier dat hier zo'n paar dingetjes, misschien winnen we een keer een beker, misschien spelen we een keer Europees. Want als je Europees speelt, dan krijg je altijd zo een herinneringsje van die ploeg dat naartoe gaat. Dus misschien staat er hiernaast binnen 8 jaar een beker van een keer een beker gewonnen te hebben en het flasje van Ljubljana. En dat zou toch al niet slecht zijn. Hè? En dan komen wij elke keer opnieuw terug. Bedankt voor uw tijd, Mark, en veel succes. En bedankt voor onze eerste trofee. Heel graag gedaan.